Ja, dat is echt. Dit is een uniek moment, want echt. Het gebeurt gewoon niet. Goedemorgen. Ik heb vandaag echt een enorme off day. Dat heb ik wel eens vaker, maar daar deel ik niet zo heel veel over. Ja, ik doe niet echt veel. En ik kan er echt zo slecht tegen. Goedemorgen, het is woensdag. Eerst dacht ik dat we niet naar school hoeven. En toen dacht ik, nou kan ik een beetje uitslapen. Maar, en dat gebeurt mij echt nooit, maar om 6:30 zoiets, toen werd ik wakker. En ik heb sindsdien niet meer geslapen. En het is 8:30 al. Ja, dat is echt, dit is een uniek moment, want echt, het gebeurt gewoon niet. Sarah lag nog te slapen, Marco was wel net naar zijn werk. En ik heb wel eens dat ik wakker word, maar dan draai ik me om en dan ben ik gewoon weer weg. Dus dat ik gewoon al 2 uur wakker ben. Het is echt, echt bizar. Echt, ik weet niet wat me overkomt. Maar goed. Sarah zit naar beneden. Ik ga wel, terwijl ik me echt heel wakker voel, maar goed. Zij is net naar beneden, dus om bij te maken. Dus ik ga er ook maar eens uit. En dan gaan we beginnen met de homeschooling, als ze zo gegeten heeft. Goedemorgen. Het is al middag. Goedemiddag. We gaan nu naar een verrassing voor mij. En ik ben echt heel benieuwd. En ik heb echt het gevoel dat ik een vulkaanuitbarsting ga doen met oom. Nee, dat is het niet. Dus dan moet je een hint geven nu. Ja, dat probeerde ik net, maar toen had je het over de tortelduifkraaien. Dus toen kwam ik er niet tussen. Nee, het is iets, een vulkaanuitbarsting, die moet je helemaal zelf doen. Maar laat me zo een beetje beslaan. En dit moet je echt eigenlijk zelf doen. Maar goed, je hebt wel je schoolwerk gedaan. Dus nu konden we de deur uit. Oké, Sarah is bij oma. En ik ben weer thuis en... Ik heb vandaag echt een enorme off day. Dat heb ik wel eens vaker, maar daar deel ik niet zo heel veel over. Alleen, ik heb vandaag dus dusdanige rugpijn dat ik echt eigenlijk niks kan. Zelfs opstaan is al drama. Autorijden, dat gaat op zich. Op de een of andere manier zit ik in de autostoel goed. Alleen, in- en uitstappen is een drama. En als ik te lang in de stoel zit, gaat het ook niet goed. Anders zou ik echt heel de dag nog rondjes gaan rijden. Dus ja, vandaag zal een beetje saai vlog worden. Ik kan er niks aan doen. Ik ga nu gewoon even proberen te slapen, want dat helpt. En dan heb ik er geen last van. En ik zie wel hoe de dag loopt. Ik ga er ook niet te veel aandacht verder aan wijden. Omdat het gewoon, ja, ik deel mijn leven. Maar ik wil gewoon ook niet dat het een te grote zeurvlog is. Het is voor vandaag gewoon even wat het is. En ik hoop dat het morgen beter gaat. En misschien als ik dadelijk heb geslapen gaat het weer wat beter. Dus het wordt vandaag wat het wordt. We hebben wel heel lekker eten vandaag. Oh, ik voel me zo rot heel de dag. Ik heb nu even een goed momentje. En het is alweer wat later. Zelfs ondertussen thuis gekomen na het eten. Die heeft mijn moeder gegeten. En die ligt al een tijdje op bed. En ik heb nog even met Marco Penose verder gekeken. En nog even geslapen. En ja, ik doe niet echt veel. En ik kan er echt zo slecht tegen. Want mijn hoofd wil. En ik wil zoveel doen. Maar ja, soms gaat het niet. Dus, oh, Sarah heeft wel echt iets leuks meegenomen. En ik ga even kijken of het lukt om dat te laten zien. Ze heeft deze 3 kerststukjes gemaakt. En zijn zo leuk. Alleen helaas blijft mijn beeld 's avonds altijd zo donker. Dus ik hoop dat het een beetje te zien is. Deze. En deze. Deze is trouwens, heeft ze voor mij gemaakt. En dan deze. Deze moeten we dan morgen nog... Nee, ja. Deze moeten we dan morgen op de kamertje zetten.
En nu ga ik mezelf naar bed slepen. Dat heb ik een beetje lopen uitstellen, omdat de afgelopen nacht was ook niet zo top. Maar ik ga heel hard hopen dat de nacht me goed doet en dat het morgen beter gaat. Dat is altijd spannend. Het is echt 50-50. Of ik kom er beter uit of ik kom er slechter uit. Maar we gaan dat morgen zien. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze niet zo boeiende vlog. Ik hoop dat hij morgen leuker wordt. Vergeet niet alsnog een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!